Beatrice, de kosteres die haar klooster verlaat om met een jeugdvriend een werelds leven te leiden, zonder dat ze ooit vergeet tot Maria te bidden. Beatrice, de vrouw die moeder wordt van twee kinderen, maar door haar vriend in de steek wordt gelaten. Beatrice, de aan lage wal geraakte vrouw die zichzelf moet prostitueren en die moet bedelen om haar kinderen in leven te kunnen houden. En die, als ze terugkeert naar het klooster, tot haar verbazing ontdekt... Dat Maria haar plaats heeft ingenomen. Niemand heeft haar ooit gemist. Het is een aandoenlijk en spannend, maar vooral prachtig geschreven verhaal in natuurlijk vloeiende, melodieuze versen. De verteller heeft een talent voor visualisering, maar heeft ook veel oog voor de psychologische dimensie van het drama dat Beatrice doormaakt. De kwaliteit van het werk valt des te meer op wanneer men het vergelijkt met de vele andere versies van het verhaal. Die in de middeleeuwen in omloop waren. Dat zijn er niet minder dan een vijftigtal. Zo kan men nagaan in een voorbeeldige studie op het terrein van de vergelijkende literatuurwetenschap van de Belgische romanist Robert Kiet. Voor Kiet is de Middel-Nederlandse Beatrice een van de mooiste, of zelfs de mooiste versie van het verhaal over de Costarès. Hij spreekt van een geniale Middel-Nederlandse dichter. Afgezien van de stilistische kwaliteiten beklemtoont Guillet de aandacht voor het menselijke in dit verhaal, dat toch vooral religieus van aard is. De personages worden hier inderdaad niet als decorstukken in een moralistisch verhaaltje opgevoerd, maar ze komen echt tot leven. Beatrice in het bijzonder, als een mens van vlees en bloed. Ze is plichtsbewust en defoot, maar ook verliefd en ziek van verlangen. Angstig, en avontuurlijk. Bang voor de zonde, maar ook voor de schande in het oog van de mensen. Ze is ook burgerlijk zedig, maar niet te beroerd om zich te prostitueren als het om haar kinderen gaat. Een vrouw, kortom, zoals je er tot dan toe in de literatuur zelden een zo authentiek, zo herkenbaar en zo geloofwaardig aantreft. De schrijver is dan ook een bijzonder auteur, die vaak heel verrassend uit de hoek komt. Neem nu. Die aanhef. De drie versen waarmee hij van wal steekt en waarin hij, in strijd met alle toenmalige conventies van bescheidenheid, meteen over zichzelf en zijn dichten begint. Van dichten komt mij kleine baten. Schrijven levert me slechts weinig op. Die lieden raden mij dat ik het laten en een zin niet en vertare. De mensen raden me aan het te laten en mijn geest niet te pijnigen. Maar voor de schrijver blijkt dit nu net het doel van het gedicht te zijn. Al kan dichten onzin lijken, ter ere van Maria wil ik het wel doen. Om die toogend van haren die moeder en de maagd is bleven, heb ik een schone mirakele opheven. Maar om de goedheid te tonen van haar die moeder werd, maar maagd bleef, begin ik toch aan een prachtig verhaal over een wonder. Met zulke hoge ambities van vroomheid en Maria-vereering is het opvallend hoe werelds het verhaal eigenlijk is. In de andere varianten van de legende, in de Franse en in de Latijnse literatuur, gaat het verhaal recht toe recht aan op de religieuze moralisering af. De liefde speelt er dan ook geen rol. De non wordt door een trouweloze man verleid en verwisselt domweg het heilige en veilige kloosterleven voor een bestaan in zonde en onzekerheid. Beatrice daarentegen leeft van meet af aan in de wereld van de hoofse, amoureuze roman. Zoals in het oude verhaal over Pyramuscentisme, beminnen zij en haar geliefde elkaar van jongs af aan. Geen verleiding, geen bevlieging, een mooie, zuivere liefde. Lang voordat Beatrice wellicht tegen haar zin het klooster inging. Tientallen versen. Heeft de auteur er dan ook voor over om begrip te vragen voor Beatrice' liefde? Liefde is een wonderlijk iets. Ze sticht veel onheil soms, maar doet ook veel goeds. En hoe dan ook, valt aan haar macht niet te ontkomen. Of je zou al een heilige moeten zijn, en dat is Beatrice niet. Ze wordt niet verleid, maar neemt zelf het initiatief voor de ontmoeting met haar minnaar. Zij is het ook, die op een heel subtiele verdoken manier de minna op het idee brengt om samen op de vlucht te gaan. En heel sympathiek vult die haar gedachten met de gepaste woorden aan. De twee geliefden ontmoeten elkaar voor het eerst aan weerszijde van een tralievenster in het klooster. Ook die scène doet weer aan Pyramus en Tis bedenken. Twee smachtende geliefden gescheiden door het toedoen van de buitenwereld die klaarstaat met haar oordeel. Aan het tralievenster bemoedigen ze elkaar en fluisteren vluchtspannen door een opening in een muur. Pyramus en Tisbe spreken af onder een moerbijboom. Beatrice en haar minnaar onder een egelantier. Een wilde rozenstruik, in de middeleeuwen een symbool van zowel de Hoofse als de goddelijke liefde. Het is Beatrice die het voorstel doet. Komt! En neem miens wachten, daar buiten in den vergier, onder een eglantier. Wacht daar, miens, ik kom eruit en wil wezen uw bruut, te varen daar gie begeert. Kom en kijk naar mij uit in de kloostertuin, onder een eglantier. Wacht daar op mij, ik zal naar buiten komen en uw minnares zijn. De minnaar schaft alles aan wat past voor een dame van stand en voor een oprechte duurzame relatie. De duurste kleding, juwelen en een hele uitzet. Alles wat een bruid ook maar zou kunnen wensen... en heeft geld genoeg om een zorgeloos bestaan te leiden. Op de afspraak onder de egelantier... verschijnt Beatrice vol angst en schaamte. Ze heeft haar nonnenkleding afgelegd... en staat daar op blote voeten in haar onderkleed... maar haar vriend haast zich om haar de gepaste kleding aan te reiken. Ze heeft de keuze tussen een schalakenrood en een hemelsblauw kleed. Ze kiest voor het blauw. Dit is ongetwijfeld al een aanwijzing dat haar leven, ondanks alles, toch in de teken zal staan van haar devotie tot Maria. Blauw was immers de kleur van Maria, rood de kleur van de zinnelijke liefde. Na de scène in de boomgaat, de Vergier, een traditionele plaats voor hoofse amoureuze gesprekken. Speelt het volgende tafereel zich af in een bos, waar de twee een poosje rusten, tussen de bomen, de bloemen en de kwetterende vogels? Het is een groot contrast. Hier zijn ze weg van de beschaafde wereld. Ze zijn in de natuur, in het veld. Deze context wordt in middeleeuwse romans geassocieerd met minder verheven, amoureuze ontmoetingen en uitspattingen, gaande van losbandigheid tot prostitutie en verkrachting. En inderdaad. De minnaar laat zich hier voor het eerst van zijn zinnelijke kant kennen. Het dunkt mij hier schone wezen, laat ons spelen der minnenspel. Daar toegeven, zou voor Beatrice neerkomen op prostitutie. Zou ik mij hier op de grond laten nemen, gelijk een wieve die wint geld torpeliek, schandelijk met haar en lichaam. De minnaar haast zich dan ook zich te verontschuldigen. Het was Venus, de godin van de wellust, die hem dit influisterde. Deze eerste ontgoocheling voor Beatrice is verhaal technisch... een voorafschaduwing van wat haar te wachten staat. Even verderop in het verhaal is ze door haar vriend in de steek gelaten... en is het zover. Ik moet gaan door de noodbuten der stad op het veld... en winnen met minen lichamen geld. Daar ik met mag kopen spiezen... In mag geen wie ze mijn kinderen niet begeven. Ik moet noodgedwongen wel buiten de stad, in het vrije veld, geld met mijn lichaam gaan verdienen om eten te kunnen kopen. Ik kan in geen geval mijn kinderen aan hun lot overlaten. Een tragisch verhaal, maar ook een verhaal van het hoogste artistieke niveau. Een verhaal dat ook moderne auteurs heeft gefascineerd en uitgedaagd. We tellen zo'n dertig vertalingen en bewerkingen. Alleen al in het Nederlands. En verder zijn er vertalingen in zowat alle grote Europese talen. En zelfs in het Afrikaans, het Esperanto, het Fries en het Papiamento.